Hey mensen van de Gamer Games en welkom bij weer een nieuwe video van GTA 4. En wij gaan natuurlijk gewoon weer verder met een nieuwe missie hier bij de E. Want ja, de E is lekker dicht bij huis en zo, ja. Daar hoef ik niet zo ver te rijden en dat, daar hou ik van niet zo ver rijden. Dus ja, wij gaan gewoon hier even weer een missietje doen. En eens even kijken, wat doet die nou weer? Oh. The police are all over me. I can feel them. So? No. So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing. No, man. No. Ja, ja, dat heb je toch eigenlijk aan jezelf te danken, hoor. Als jij de slechte wereld ingaat, dan heb je kans dat je wel in de gevangenis belandt, ja. Dus ja. Het is gewoon je eigen schuld, Elisabetta, of hoe je ook heet. Volgens mij heet je Elisabetta. Ja hoor. Dan hou ik maar even een, Wat? Wat komt hij nou weer doen? Nico, what are you doing here? Wat? Wat doet zij nou weer? I am not in the mood for this right now. Jeetje, die vrouw is gek. Die vrouw is echt gewoon gek. Can you help me clean this mess up? There's a doctor in Broca who can help. Come on. Let's put him in my car. Waarom schiet ze gewoon die mensen nu dood? Ik snap. Waarom gewoon? Echt gewoon, waarom? Dat slaat er echt nergens op. Take the bodies to the. Ja, dat is zo dom, hè? Waarom niet? Ja, er staat take the bodies to the doctor. Waarom ga je dan naar een dokter? Dan kan je ze toch beter gewoon op de vuilnisbelt ergens neerdumpen of laat ze verbranden of zo. Op de vuilnisbelt of ergens op een afgelegen plek. Zodat ze niet. Ja, zodat ze gewoon. Zodat niemand erachter komt. Als je naar een dokter gaat. Ja, dat lijkt me toch wel een beetje raar. Als je zo bij een dokter aankomt en je zegt van. Hey, ik heb twee lichamen voor je, alsjeblieft. Nee, dat gaat denk ik niet zo heel goed werken hoor, bij die dokter. Dan denk ik dat jij toch al. Dat ik de politie ga bellen hoor. Ja, ja, want wie heeft er nou zomaar twee lichamen bij zich? Hé, hey, doe nou. Oh shit! Nee. Wat? Doe dat ding dicht of zo. Waarom? Die motorkap. Doe dicht. Hij gaat niet dicht. Uh-oh. Shit. Dit gaat niet goed komen. En? Hij ziet gewoon niks, hè? Jeetje, hoe dom zijn die mensen. Kom op, je ziet gewoon dat er twee lijken hier in de kofferbak liggen. En dan, wij mogen ook gewoon langs het tolhuisje dan. Little Jacob, wat heb jij te zeggen? Ja, dat is te zien, ja. Shit, daar heb je politie. Oké, zij mogen dit echt niet zien. Zij mogen dit echt niet zien. Ze zien het niet. Gelukkig. Want anders dan ben ik zo de shark met deze lichamen. Oh, volgens mij is het hier. Het is hier om de hoek volgens mij, ja. Kijk eens aan, hier is hij. Hier moet ergens de dokter zijn. Ah, hier. Hier staat de pijl. Dit ziet er niet echt uit als een ziekenhuis of zo. Maar ja. Wat? Natural causes? Of course. Seems like a bullet in the head is as natural as it gets in this town. They weren't sick, were they? No? Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Serieus, waarom wilt die gast eigenlijk lichamen aannemen? Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what?
sure. I'll have these organs out on the street in no time. You're gonna help a lot of folks. He'd been trying to help the streets his whole life. Wat? Eigenlijk, ik snap er helemaal niks meer van. Ik snap het nu niet meer. Die gast, hij steelt onze auto of zo. En was dit was het? Serieus? Oh, wat is dit voor slechte missie? Echt waar? Wat is dit voor stomme missie? The doctor has that stuff. Ja. One last thing to bother me. The heat is closing in, Nico. This particular party is ending. Nou, dit was het. Dit was gewoon deze missie. Zo, even een raampje inslaan. Maar dit was gewoon deze missie al, jongens. Ja. En ik denk, ik ga niet nog eentje doen, hoor. Want anders dan komen we in tijdnood, of tenminste dan wordt die te lang. Tijdnood heb ik toch niet, want ik kan gewoon onbeperkt uploaden, dus dat maakt mij helemaal niet uit, maar ik ga ze niet te lang maken. Ik vind het wel mooi geweest eigenlijk. Maar ja, het is wel, ik vond het wel een rare missie hoor, jongens. Dit was echt, eigenlijk was dit waardeloos hoor. Dit was echt gewoon een waardeloze missie. Je moest gewoon een beetje rijden naar die gast en dat was het. Dat was het gewoon. En dan ook, dan kom je voorbij zo'n tolhuisje. Met twee lichamen en je motorkap die open staat. Ja. Wat? Ja. Laat me er nou langs. Rijden. Wat? Doe Haley rijden? Nee, wil ik niet. Maybe we'll go for a chopper ride some other time. Alright, Nico. I'll hang with someone else. Call Zo. Nou, die vent is ook weer blij. Die heeft ook weer $5 verdiend. Nou, Broesje is weer ontevreden omdat we geen heli ride willen doen. Maar daar heb ik geen zin in hoor, in een heli ride. Nee. Maar echt waar. Dan rij je voorbij zo'n tolhuisje met je motorkap open met twee lichamen erin. En dan denken ze echt van, wow. Nee hoor, er zou, wow. Het zou wel niks zijn. We laten, wat een unknown caller. Oh, hij. Is dat die gast weer? You mean I saved your ass? Well, if I'd have known it was such a big deal to you, I would have asked you to let them kill me. Anyway, if you're in need of extra funds, I'm in need of a good man. Come over to Mama's on Savannah Avenue in Meadows Park. I'm always in need of money. See you there. Of was dat toch niet die gast die ik bedoelde? Nee, het was Packy. Wat, Packy? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou ja, laat maar zitten dan. Dan dacht ik. Ik dacht dat het die vent met zijn coole pet weer was. Ja. Die gast. Maar ja, dan. rare missie. Raar einde van de missie. Maar ja, ik ga het gewoon afsluiten, deze video. En ja, ik wil jullie nu verspreking. Ja, dat heb ik wel vaker, jongens. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb dat best wel vaak, zo'n verspreking. Maar in ieder geval, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken van deze video. En dan ga ik jullie natuurlijk even vragen om te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Laat even een groen duimpje achter, dat is natuurlijk hartstikke fijn. En laat ook even een reactie achter van, weet ik veel. Laat ze, verzin iets leuks of zo. Laat iets leuks in de reacties achter. En ja, dan zie ik jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe video. En dan zeg ik voor nu. Oh, wacht, Nico, kijk naar de camera. Doei!